Goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, Vosteng Kukru Vissa moet culturele waardering bevorderen. 4 casino-vergunningen ingetrokken in periode 2021-2022. Major Ebesiliodi neemt roer over bij Marine. En UNICEF schenkt schoolgerei aan kinderen uit wateroverlastgebieden. Suriname is een multiculturele samenleving waarvan elke groep haar culinaire kunst kent. Allemaal vormen zij de Surinaamse keuken die deel is van de culturele diversiteit en ons als samenleving bindt. De normen en waarden binnen dit geheel dienen niet alleen hooggehouden te worden, maar zullen ook de culturele waardering moeten bevorderen. Tegen deze achtergrond heeft het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur gemeend de Vosteng Kukru Vissa te organiseren. Dit culinair festival, dat op vrijdag 2 september 2022 van start ging, is zondag succesvol afgesloten. Hoe zit het met het Javaans eten? Als ze aankomen in Suriname, is het eerste wat ze vragen, wat zijn die Javaanse restaurants? En dan moet ik ze brengen naar een Javaans restaurant. Want in de hele Caribische regio en in heel Zuid-Amerika en in heel Centraal-Amerika, dus bij onze buren, heb je geen Javanen. Dus wat gebeurt er als er een Javaanse keuken in Suriname is? Het eerste wat ze doen, ze gaan naar het Javaans restaurant. En dan gaan ze keuren onze cassave met onze zoutvisie. Gaan ze proberen te vergelijken met hun cassave en hun zoutvisie. Sumai Wini. Natuurlijk zijn we een stuk beter, omdat onze keuken zo beïnvloeden elkaar in het koken. Wij beïnvloeden elkaar in het koken. En wat er gebeurt, ik heb nog nooit een Creool horen zeggen, ene tjara roti jimiera. We eten roti. We eten van alles. Als het pagwa is, vieren we pagwa. En we njama Hindustanja, we eten dat Hindustans eten. Maar als het bonne is, en idul fitr, dan dit toe, dan eten we dat Javaans eten. En met kerst, in dat district waar ik woon, laat ik hun koken wanneer het pagwa is. En ik laat hun koken wanneer het idul fitr is. Maar zie je, als het kerst is, dan vasie, want dan moet ik die pan bakken. En dan komen ze bij mede Creoolse eten eten. Dus wat dat betreft, bindt dat eten ons. Op de een of andere manier bindt het ons. En we eten van elkaar. We zingen ook samen. Want toen we hier zo net dat die Hindustanse muziek speelde. Milukuno, ik heb gezien dat jullie daar in die tent daar achter. Hoe ben daar zie? Snap je? Dus het is goed. Laat Suriname zo blijven. Laten we de wereld laten zien dat wij geen problemen hebben met etniciteit, met elkaar samenleven, samenwonen, samenwerken. Dat is af en toe weer fit hier aan samen. Ik voel me bijzonder lekker, omdat we nu al op de eerste dag resultaten hebben gezien van wat we beogen met dit festival. En dat heeft allemaal te maken om mensen kennis te laten maken met het vroeger, met het eten van vroeger, van toen, het oorspronkelijke concept. En de mensen zijn er echt op afgekomen. Er zijn stands die al uitverkocht zijn. Om na te gaan, we hebben aangekondigd dat we om 3 uur zouden beginnen. Geloof het of niet, om 12 uur kwamen er al mensen langs om eten te zoeken. Dus het is volgens mij nog geen 8 uur 's avonds en stands zijn al uitverkocht.
Andere waren al uitverkocht en hebben nog een tweede en een derde keer moeten kopen. Ik moet tevreden zijn. Vandaag is een grote dag, maar toch wel belangrijk om te weten hoe is het voortraject geweest. En de ideologie vloeit voort uit het brein van directoraat cultuur, dus dat is ook uniek. Ja, klopt inderdaad. Bij het kijken naar de verschillende conventies die zijn getekend door Suriname, heb ik één belangrijke gezien. En die betreft het verdrag voor behoud van ons immaterieel erfgoed. Een project is gestart met mevrouw Namita Adjoja om onze dans die verloren dreigt te gaan vast te leggen. En als tweede kwam ik op het concept van een culinair festival. Daarbij heb ik de deskundigen op het directoraat cultuur bij elkaar gehaald en twee externe mensen. En we hebben het concept verder uitgewerkt. Dat was kort na de COVID-periode, toen kon je nog niet zoveel doen. We hebben het uitgewerkt en vandaag staan we hier. Officieel! Officieel! De eerste keer! Bosnien Boekroe Festival! Het is een feit, beste mensen! De titel is 2022, maar in 2023 gaan we verder. Standhouders, dankjewel ook, gefeliciteerd. Want zonder de standhouders zou het niet mogelijk zijn. Kom Marie. De regering heeft in de periode 2021-2022 4 casinovergunningen ingetrokken. Dit op advies van het Toezicht- en Controleinstituut voor Kansspelen. Er liggen volgens minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie nog enkele intrekkingsvoorstellen in behandeling. De bewindsman zei op donderdag 1 september in het parlement dat er een onderzoek komt naar de behoefte van het aantal casino's per district of regio. Verder blijft de leeftijdsgrens voor casinobezoek op 21 jaar. Minister Amoksi noemt operationalisering van het controleinstituut van enorm belang. Voorzitter, door de leden is gevraagd naar het aantal operationele casino's, de geografische spreiding van de casino's, de controle op de casino's, de registratieplicht van casino'sbezoekers, de financiële rapportageplicht, de duur van casinovergunningen en de verlenging daarvan, waarop ik als volgt antwoord. Met betrekking tot de opmerkingen over het aantal verleende casinovergunningen kan worden gesteld dat er 31 casinovergunningen waren uitgegeven. In de periode 2021-2022 heeft de regering op advies van het instituut 4 vergunningen ingetrokken, waarbij nog enkele intrekkingsvoorstellen in behandeling zijn. Er zijn thans 18 casino's operationeel. Met betrekking tot de indeling op geografische ligging wordt verwezen naar artikel 3 van het ontwerp van de ontwerpwet. Eveneens kan worden opgemerkt dat er eerst onderzoek gepleegd zal worden naar de behoefte van het aantal casino's per district of regio. Met betrekking tot het terugbrengen van de uitvoering van de wet tot één minister, kan worden opgemerkt dat deze niet volledig is teruggebracht naar justitie, maar het blijft onder 3 betrokken ministeries. Hierbij wordt verwezen naar artikel 4 van de ontwerpwet toezicht en controle kansspelen. Het toezicht en de controle op kansspelen wordt thans conform de wet toezicht en controle op kansspelen uitgevoerd door het ministerie van Justitie en Politie, het ministerie van Financiën en Planning en het ministerie van Handel van Esoti. Dit brengt met zich mee dat voor diverse aangelegenheden de 3 ministeries,
gezamenlijk besluiten dienen te nemen. Waaronder 1. De instelling, schorsing en dergelijke van de directie. 2. Het reglement houdende werkwijze van het instituut. 3. De middelen van het instituut, met name schenkingen en andere legale inkomsten. 4. De goedkeuring van het beleidsplan en de begroting. 5. De voordracht van personen voor het uitoefenen van toezicht en controle op de naleving van de wet. En 6. De vaststelling van functievereisten van deze personen. Voorzitter, de genoemde zaken zijn van eminent belang voor de volledige operationalisering van het instituut. Voor de efficiënte uitvoering van de werkzaamheden van het instituut is het noodzakelijk dat de besluitvorming over de genoemde punten op slagvaardige wijze worden genomen. Gelet op de toezichthoudende en controlerende taken van het instituut en het feit dat het gefaciliteerd wordt uit de begroting van het ministerie van Justitie en Politie, is het instituut voornamelijk aangewezen op dit ministerie. Daarom wordt de besluitvorming met betrekking tot deze punten thans gelegd bij de minister van Justitie en Politie. Met betrekking tot de leeftijdsgrens van casinobezoekers kan worden aangehaald dat de leeftijd van 21 jaar gehandhaafd blijft. Dit ter bescherming van jongvolwassenen en om de risico's van gokverslaving te verminderen. Major Johnny ABC Liodi is de nieuwe commandant van de marine. Hij neemt de functie over van luitenant-kolonel Franklin Blokland, die met verlof is aansluitend op zijn pensioen. De commandooverdracht vond op vrijdag 2 september 2022 plaats op de marinebasis te Boksel. De nieuwe commandant, majoor Ibisil Yodi, is gekozen op basis van zijn competentie en ervaring bij de marine. Wij hebben alle vertrouwen dat u de marine op een waardige, effectieve en efficiënte manier gaat leiden naar een nieuw tijdperk waar er veel uitdagingen staan voor Suriname, zei minister Krishna Kumari Mathura van Defensie. Van de waarnemend bevelhebber van het Nationaal Leger, luitenant-kolonel Werner Kiyasen, heeft de nieuwe commandant de opdracht om de marine klaar te stomen voor de ontwikkelingen die nog zullen plaatsvinden. Tussen nu en 2025 zijn er een aantal verhoogde activiteiten in ons maritiem domein. Na 2025 gaat het een andere Suriname zijn waarmee wij gaan moeten dealen, aldus de legerbevelhebber. Het Kinderfonds van de Verenigde Naties heeft een schenking gedaan aan het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. De schenking bestaat uit 1000 schooltassen met inhoud, welke bestemd zijn voor kinderen uit de gebieden die eerder dit jaar te maken hebben gehad met de gevolgen van wateroverlast. UNICEF-vertegenwoordiger Nicolas Pron deed de overdracht. De UNICEF-functionaris gaf aan dat hij ten tijde van de ramp niet in Suriname aanwezig was, maar dat hij de zaak wel op de voet volgde. Wij hebben het leed van de kinderen als enorm onaangenaam ervaren. UNICEF staat altijd klaar om te helpen tijdens rampen, aldus Nicolas Pron. De directeur Algemeen Vormend Onderwijs, Sherida Zalman Berggraaf, gaf aan dat de donatie als geroepen komt. Zij is ingenomen met de donatie vooral omdat deze nog voor de start van het nieuwe schooljaar heeft plaatsgevonden. De schooltassen zullen via de afdeling Inspectie Basisonderwijs gedistribueerd worden. Leerlingen van de openbare scholen te Loka Loka, Gonini Krikimofo, Ampumatapu, Dritabetje en Pelelutepu zullen in aanmerking hiervoor komen.
Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.